Ben je op zoek naar goedkope Ultimate Team Coins? Yes. Zo stupid question, Aston. Ga dan naar fifacoinszone.com en gebruik tijdens de Team of the Season de code HEZEN voor 20% korting op je coins. Wil ik eerst kunnen opnemen? EA komt met een title-update. Waarschijnlijk hebben ze helemaal niks veranderd. Dan zit ik hier mijn tijd te verdoen. Maar we moeten nog 120 seconden wachten tot we kunnen beginnen. Dus jongens, EA. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Road to Eredivisie. Het is een tijdje geleden. En in de tussentijd zijn de Benelux Team of the Seasons uit. Is natuurlijk heel wat geld. En om het een klein beetje in te halen, gaan we met veel FIFA points wat packs openen. In de hoop dat wij een goede speler krijgen. Je hebt nu Hero Higuain, ook Iniesta. Je hebt Götze. En je hebt daarnaast ook nog het Bundesliga Team of the Season. We kunnen dus wat kaartjes krijgen die we kunnen verkopen. En we gaan kijken of we goede kaarten kunnen krijgen. We doen denk ik deze pakjes. Want die zijn maar 50 punten meer dan die jumbo packs. En er zitten wel meer spelers in. Dus we gaan een pakje openen. En kijken hoe we hieruit krijgen. We krijgen rechts centerback. We krijgen Hubbe dus. Daar heb ik niet zo gek van aan. Wel Mariano. Verkoopt volgens mij niet voor gek veel meer. Maar die speelt wel in de Spaanse League. En dan is toevallig die Spaanse League die eraan komt. Dus hij kan wel eens wat waard zijn. Volgens mij is hij wel iets van 1000 coins. Dus daar ga ik hem gewoon voor opzetten. Hubbe dus verkoopt ook nog wel voor 950 coins. En dat is dan van deze pack. De rest is kan er 3000 coins erbij. Dus dat is wel chill. Dus dan krijgen we een aantal uit deze pack. Hopelijk krijgen we dan genoeg om de Team of the Season te halen die ik wil. Ons tweede pack gaat nu geopend worden. Kijk wat we hieruit krijgen. We krijgen niemand goed. We krijgen Mansuelo. Holy shit. En Chani of Kiani. En Jeffrey Bruma. Nou moeten die al net hebben. Als we nou de inform van Bruma hadden, was het helemaal mooi geweest. We discarden hier alles. 4k krijgen we erbij. Volgende pack dan. We hebben nog een paar te gaan. Let's go. Wat krijgen we uit deze? We krijgen een rechtscenter met. Oh shit. Nee, Rakitic. Het is een goede kaart, maar het is niet degene die ik wil hebben. Ik wil natuurlijk Iniesta hebben. We krijgen wel Rakitic. Ik weet niet wat die waard is. Die is gewoon 4k. Op zich is het helemaal niet slecht. Maar natuurlijk had ik liever Iniesta gewild. Dat was helemaal mooi geweest. Er zijn twee pakketjes te gaan. Let's go. Naar twee kansen per goede speler. Krijgen wij die Lewandowski? We krijgen Lallana. En Campos. Oh, Campos. Ik kan niet lezen. Nou, het laatste pakketje waar we echt iets uit kunnen krijgen. Die gaat nu geopend worden. En wat krijgen we hieruit? We krijgen een rare CF. Het is iemand die eerst wel blauw was, maar nu niet is. Schmelzer was eerst ook blauw. Ja, dit is jammer. Deze verkopen allemaal voor niks, maar die discarden. We kijken nog even wat we kunnen listen. En die gaan we even de transfermarkt zetten. We hebben natuurlijk nog een 5k pack die we kunnen openen met die 100 punten die we nog over hebben. Niet dat we hier iets uit gaan krijgen, maar ja, het kan natuurlijk altijd. Ja, we krijgen Aitner. Dat is niet heel best. We krijgen wel 1000 coins gratis. Nou, dat vind ik lief voor jullie. Dus we hebben toch nog iets aan deze packs. Deze kunnen natuurlijk naar de club sturen. De rest is kader voor toch nog 3k erbij. Dus die kunnen we toch weer gebruiken. En Jans is gekocht. 38k. Best veel. Hij is echt flink gestegen. Maar we gaan hem wel gewoon kopen. Met de Hunter Chemistry Star erop. Kijken of dat goed voor hem werkt. Iedereen wilde dat ik hem ging halen. Dus hier is hij dan. De beste man. Hemzelf. We gaan ermee spelen. Nou jongens, met dit team gaan we weer onze tweede wedstrijd spelen in divisie 2. We spelen met dit team in zo'n hoge divisie. Het blijft wonderbaarlijk, maar waar. We willen natuurlijk voor die titel gaan, voor die 14.000 muntjes. Ron Jansen gaat als de manager. En we gaan kijken wat we deze wedstrijd kunnen halen. Onze tegenstander is gevonden. Het is FC Pristerwiese. 34 rating. Het is een volledig BBVA team. Daar hou ik van. Hij heeft wel niet de upgraded Neymar. Hij is 88, niet 90. Hij heeft ook niet de upgraded Rakitic. Ik sta niet eens 100 coins meer. Waarom zou je dat niet doen? Anyway, we gaan kijken hoe we het tegen kunnen doen. Oké, Hakim Ziyech. Niet de Team of the Season. Maar deze man kan er ook al wat van anders hoor. Oh, scheids. Karsdoppen aan de kant geduwd door Griezmann. Griezmann, nee. Nee, Neymar. Die is niet voor jou. Nee. Oh, nee. Oh, daar kan je met zijn skill moves. Maar hij is van de bal gezet. En nu komt die counter. Nu komt die counter. Vincent Janssen is aan het rennen. Hij blijft rennen. Daar komt de keeper dan. Ternauwernood. Maar hier is Fischer. Kan er alsnog iets uitgeforceerd worden? Dat gaan we nu zien. Dat gaan we nu zien. Ziyech heeft de bal. Ziyech heeft niet meer de bal. Maar nu heeft hij weer de Jansen. En wat is er aan de hand? Wat doe ik fout? Volgens mij bij ieder zuchtje wint die ik in iemand zijn nabijheid blaas, krijg ik een overtreding. Au, Skazashvili. Ja, lekker. Ja, ja, Les Chen. Nee, scheids. Daar kan de scheids niks aan doen. Ik bedoel eigenlijk de keeper. Als ze hem nu op Jansen kunnen geven, zou dat lief zijn. Les Chen, kom maar. Skazashvili mag ook. Skazashvili kan ook koppen. Diego Alves heeft hem in zijn handjes. In zijn klauwen heeft hij hem. Nee, oh, die tik komt niet goed. Waarom heb ik alle pech van de wereld en krijgt hij één zo'n kans en schiet hij hem er meteen in? Oké, nou, Fischer. Hij rent snel. Hij kan ook nog schieten. En de keeper, Diego Alves. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Het is wel Usain Bolt, maar dan van de keep. Wat een gekke vent is het. Vincent Janssen. Fischer heeft die bal nu door het midden. Hakim Ziyech.
Nu Jansen. Jansen, die kan erin. Die mag erin. En die zit erin. Dit krijgt Diego Alves er niet. Vincent Jansen. Bewijs zijn waarde weer. Jagen erop. Het is een finesse shot. Het is het doelpunt. Heerlijk paasje ook van Hakim Ziyech die weer deze assist op zijn naam kan schrijven. Karsdorp heeft hem heerlijk van de bal gezet. Jansen, daar gaat hij. Daar gaat hij. Daaronder gaat ook Fischer. Maar we gaan hem doorgeven naar Jansen. En die paast dan naar Fischer. En Fischer speelt hij de keeper om. Hij speelt de keeper om. En het is een golazo. In de momentum scoren wij de 2-1. Slechts een paar minuten na de 1-1 scoren wij meteen met Victor Fischer. Die volgende treffer, de cruciale treffer die het wel kan zijn. Dat deze paas aankomt is voor mij een wonder. Dat deze erin gaat is ook een wonder. Maar jongens, ik accepteer het allemaal. Ik moet wel zeggen, Fischer begint een beetje moe te worden. Die kan niet heel veel meer rennen. Dus ik ga hem wisselen met Elia. Vorige keer was dat een best goede set. Want die had voor ons 2 keer gescoord. We gaan kijken of dat weer voor ons gaat werken. Nee, die laatste minuut zou zonde zijn. En dat gebeurt nog niks. Niks gebeurt. En daar komt Vincent Jansen. Nu is hij 1-1. Hij komt uit met zijn keeper. Vincent Jansen moet eens erin schieten. En hij gaat mis. Hij gaat mis. Hoe gaat hij mis? Ik weet het niet. Vincent Jansen. Dit is heel erg zonde. Want dit had helemaal in slot kunnen gooien. Maar ik neem aan dat we dit niet meer weg kunnen geven nu. Maar die had er wel ingemogen. Oké, Karsdorp, trappen maar weg. En het is een winst. 2-1. Wederom een winst. Op het nippertje. Het had eigenlijk veel groter moeten zijn, de score. Het scoringsverschil had echt minimaal 3 doelpunten moeten zijn. Maar het is genoeg. En ze winnen wij met 2-1. En hebben weer 3 punten gepakt in divisie 2. Cruciale punten. Want er staan nu 2 winsten en 1 gelijkspel. We gaan door naar de tweede wedstrijd. Tweede tegenstander, tweede team, Dries Mertens in de spits. Dus een Serie A team dit keer. Geen Bundesliga, geen BBVA, geen Premier League. Ik kon even niet uit de woorden komen. We gaan kijken hoe de Serie A uitspeelt. Jansen, Jansen, gewoon schiet, je bent links. Je bent links. Wat een doelpunt. In de rechterhoek. Hij staat versteld. Hij weet niet dat Vincent Jansen zo'n kanon heeft in zijn linkerbeen. Het is een heerlijk doelpuntje. Gaat even wat fout bij hem achterin. Ik krijg een kans te schieten. En ja, die vliegt er gewoon perfect in. Het is de 0-1. Dan krijg je de bal gewoon van hem cadeau. En dan komt hier Jansen weer. En die kan hem doorgeven aan Ziyech. En Ziyech hoeft hem alleen maar af te maken. Dat doet hij in het linkerhoekje. Keeper kansloos. Het is de 0-2. Deze man verdedigt niet als een speler uit divisie 2. Maar toch geeft hij met 2 belangrijke kansen. En die maak ik af. Ayoub, jij kan het ook nog. Deze houdt de keeper dan wel. Probeer het maar gewoon, zie je. Gewoon een keer peren. Wie weet gaat hij erin. Wie weet vliegt hij erin. Hij vliegt erin. Het is de Jan op een fenomenale wijze. 33 minuut. Je ziet hier, zie je, die bal nemen. Alsof het... Of nou Jezus is of Hakim Ziyech. Ik weet het niet, maar het is wel een heerlijk doelpunt. Het is de tweede van Ziyech. En deze bal staat er gewoon versteld van. Ja, door het midden. Nee! Why you not touch ball, please? Oh, daar links. Het is helemaal vrij. Het is helemaal vrij, scheids. Wat doe je hem aan? Dit is de 4-0. 100%. 110%. En hij geeft... Oh, jongens. Scheids. Wat doe je hem aan? Oké, Jansen. Naar Kazayfli. Kazayfli loopt vrij. Kazayfli hoeft hem alleen maar in te tikken. Heeft die keeper hem nou nog gered? De keeper heeft hem zomaar gered. Anders was het alweer de 4-0. En die komen dan bij Jetro Willems. Kogolo, koppen maar. Kazayfli mag het ook doen. Kazayfli, nog een kans. En nu komt hij met de counter. Nee, prank. Oké, nice. Ligt helemaal vrij. Jansen. Jansen. Doe dat, Loppie. Doe dat, Loppie. Handanovic komt nog bij. Het is natuurlijk niet de kleinste keeper. Maar het had eigenlijk veel meer moeten zijn dan deze 0-3. En dat is voorbij. 3-0 gewonnen. Een Jan. Heerlijk potje. Relatief makkelijk. Makkelijker dan mijn vorige wedstrijd. Jansen en Ziyech, de mannen van de wedstrijd. 7-16. Het was wel duidelijk wie de winnende partij was. En dan gaan we nu als laatste partijtje spelen. Oké, moet het hele team om gaan gooien. Dit is het team waar we dit keer gaan spelen. Het is mijn B-team. Alle wissels in mijn bankie ga ik nu gebruiken voor deze wedstrijd. Want iedereen is moe en moet wat rust krijgen. En de derde tegenstander heeft een prima team. Een mooie hybrid. We gaan kijken wat we er tegen kunnen doen. We hebben 3 verschillende teams gehad in deze aflevering. Kijken wat deze biedt. Pas hoe scheids neergehaald. Obstructie. Het is een penalty. En zo krijgen wij dus een kans van 11 meter om te scoren. Oké, nou hopen dat we deze scoren. Quadrado, hij gaat in de goede hoek. En zo scoort Andres Guardado onze eerste goal in de 13e minuut. En slaan we 1-0 voor tegen deze tegenstander door een penalty. Oké, Milik heeft de bal nog. En hier komt hij. Milik. Milik, schiet hem maar. Hij scoort. Hij mist nooit. Arkadiusz Milik scoort die 0-2. Cruciale goal. De aansluitingstreffer op de 1-0. En zo staan wij op een iets comfortabelere voorstand. Oké, nou op het kopje van Milik. Milik! Milik, maar ook met zijn voetjes! Wat een volley! En de Jan wordt dan toch nog compleet gemaakt in de laatste minuten van de wedstrijd. Op de laatste voetjes die Milik er net uit kan weten te spurten, is het de 3-0 via een prachtige assist van Elia. Wat een doelpunt! Die volley is op maat.
En zo scoren wij de 3-0. Dat is een 0-3. Nou jongens, we hebben gewonnen. Ook weer 3-0. Een redelijk makkelijke wedstrijd. Ze hebben alle wedstrijden in deze aflevering gewonnen. We gaan best lekker in divisie 2. Sterker nog, als wij de volgende wedstrijd zo of de volgende aflevering zo doorgaan, dan gaan we promoveren in de volgende aflevering. Daar gaan we voor. Vergeet deze video niet te liken. Als we meer dan 500 likes kunnen halen, zou het helemaal fantastisch zijn. We hebben weer een nieuwe Diebelte Season toegevoegd in onze collectie. En zo gaan we dus in die volgende aflevering. Dus ik zie jullie daar. Dus later mensen.